Maar ik moet zeggen, het regent en onweer best wel veel nu de laatste tijd. Oh, nou ben je een munt. En het is weer droog! Wat? Wat is dit? En boom! Goede touwler, wat zie je er toch weer uitmuntend uit vandaag. Goh, dankjewel. Dankjewel. Okay. Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Modded Survival samen met... De Touwler. En doe straks je armor eens uit. Zo, ook goedenavond. Vraag je nu gelijk aan het begin van een aflevering of je zich uit wil kleden? En Dutch ja. Gaming Nation dus. Heb je nog meer? En nog meer? Hoi, Matty Maestro. Cellen crisis, hallo. Tjonge, joh. Nou, dat was een van de beste... Oh, je bent weer terug. Nou, ik moest me uitkleden. Nou, daar word je helemaal vrolijk van. Je hebt een groentje opgelopen. Dit is mijn skin altijd al geweest, net zoals in de animatie. Maar je was eerst oranje. Ja, maar wegens de vervelende gebeurtenissen... Ik wil er niet over door praten. Dan? Jongen, echt serieus. De hele wereld weet... Ja! Ja! Wat? Oké, deze pilaar laten we staan. Daarna gaan dus aan jouw wraakactie. Oké? Nee. Nee! Even een blokje terug. Ik sta nog steeds in een fek. Je hebt mijn lava weggehaald. Hallo. Nice. Ja, en toen stond je voor blokken. Oh. Jezus. Nou, ik ben offscreen heel eventjes alvast secretly bezig geweest met mijn eigen enchantment plekje. Zoals je dat daar dus zeg maar ziet. Alleen op een of andere vage manier is Bob pleit, hè? Ik dacht al in de vorige aflevering eigenlijk niet meer, was ik hem helemaal vergeten. En ja, Bob die is dus weg. Maar niet alleen Bob is weg. Zelfs de creeper minion die we hadden, die is pleiten. Dus, hij is niet doodgegaan, dus een rest in peace is nou niet echt nodig, maar... Het is best wel vervelend. Dat wel lief zijn, maar... Ach ja. Dus, ja. Nee, maar ik wil in deze aflevering ook eventjes weer een Lucky Block ronde doen. Yes! Oh god. Vind ik leuk. Dus ik ga eventjes wat Lucky Blocks maken en ik heb een totaal van 10. Ik doe mij mee. Jij doet mee? Ja, oh, dan heb ik een leuk idee, Weet je wat, we gaan gewoon een minigame maken. Die heb ik ergens een keertje gezien op YouTube. Dan gaan we in deze aflevering gaan we gewoon een minigame maken. Yes. Je mag 10 Lucky Blocks pakken. Okay. En van het materiaal wat er in die Lucky Block zit, krijg je een PvP-ronde. Oh, dat klinkt interessant. Dus okay. Alle armor en wapens en alles moet je gewoon zeg maar thuis achterlaten. Is goed, ik ga al naar huis. Je pakt alleen die Lucky Blocks. En wat er uit die Lucky Blocks komt, jongens, dat mag je gebruiken voor een PvP. Maar het wordt wel gevaarlijk hè, als we dan zonder armen ergens heen gaan. Daarom doen we het ook alleen als het dag is, want dan heb je even tijd om voor te bereiden en alles. Oké. Dat is op zich wel een leuk idee, toch? Ja, dat is ook wel ik vind het wel. Leuk idee, ik moet zeker weer opofferen. Ik heb 10 Lucky Blocks. Nou nee, ik zat er eigenlijk een beetje aan te denken, aangezien dat we nou toch Keep Inventory On hebben. Ja. Tot we dan toch wel een leuke minigame of zo van kunnen maken. Oh, dan hoef ik nog niet eens... Nee, je hoeft je niet uit te kleden. Oh. Ja, je moet je armor moet je eventjes achterlaten. Oh wel, oké. Achterlaten of uitdoen? Ja, uitdoen en achterlaten natuurlijk, want anders kun je hem tijdens je dingen... Die moet je echt achterlaten, die moet je echt in een kist even stoppen. Okay. Als je echt een clear inventory hebt. You got that clear? Troep mag erin blijven. Nou ja, het ligt eraan. Kijk, als jij heel veel... Doe dat licht eens uit! Ja, maar ik bedoel, als jij heel veel spullen krijgt... Oké, ben ik Oh, daar gaan we het weer krijgen hoor. Meneer heeft weer een vraag. Jee, wilt u nog zaad kopen? Sorry? Wilt u nog zaad kopen? Gewoon zaad. Ja, nou... Het is zondag! Vraag jij dit altijd aan mensen? Jongen, hou je zaad bij je. Echt, ik weet niet... Echt jongen, werk je bij de intratuin of zo? Misschien. Is dat jouw openingszin als je uitgaat? Wil je zaad kopen? Ja. Ik heb groene tulpen, rode tulpen, gele tulpen. Hoeveel kost het een kwartje? Want onthoud dit,
En dit komt uit een hele slechte film. De grootste kracht zit in het allerkleinste zaadje. En dit is echt serieus van dezelfde film waar ik Daar ben ik weer vandaan heb. Guilty pleasure. Ja, sommigen die zeiden dat het op zich wel een goede film was, maar echt serieus. Er is maar één karakter die ik leuk vind uit die serie. Mai. Omdat die is ingesproken door een goede voice actor. Maar voor de rest denk ik bij mijn eigen van nee, gewoon helemaal nee. Voor de mensen die het willen weten, Het Laatste Regenwoud, The Last Rainforest, enge film. Don't watch it. Daar komt echt serieus, daar ben ik weer vandaan. Dus, yeah. Oh, superpoortje. Nee! Super? Zo super klonk dat niet. Even schuilen. Hallo, Zilla. Ik hiel je alleen. Het enige voordeel is wel, of het nadeel, even kijken, hoeveel hartjes heb jij? Je hebt er 17, oké. Wat is er hier met dit huis gebeurd? Even wachten, ik ga eventjes netjes mijn armor even wegdoen. Ik heb iets gedaan wat je denk ik niet leuk vindt, of je vindt wel leuk. Wat? Oh mijn god, nee! Nee! Heb je gedaan? Nee! Sorry! Durf ik het? Wat nee, heb je nee! Ik, durf ik het? Nee, ik heb een gevoel dat het echt niet goed is. Waarom heb je dit nou gedaan? Nee! Oh mijn god! Oh, yes. ik weet het niet. Ik had gewoon. Ja. Ik haat jou. Waar zijn jullie? Zal ik het doen? Nee, ik doe het. Het is mijn huis. Ik doe het. Het is mijn huis. Van mij. Oh. Van mij. Nee. Ik heb hem geplaatst. Nee, auw. Auw. Oké, jij mag. Hallo, wat hebben jullie gedaan? Hij had een Lucky Block in mijn huis geplaatst. Wat? Lucky Block? Waar heeft hij die geplaatst? In mijn huis. Mag ik hem kapot maken? Nou, ik heb hem al kapot gemaakt. Of ja, Towler had hem kapot gemaakt. En er kwam een Emerald Block en die wou hij dan ook nog eens een keer hebben. Ik zeg nee. Zeg maar nou. Dude, wacht weer even ergens anders heen, niet naar mijn huis. Mijn huis is kapot. Mooi, gerechtigheid. In ieder geval dankjewel voor het Emerald Block. En dan? Ja, wat is met jouw huis gebeurd? Ik weet niet, mijn huis is opeens kapot. Ah, klootviool. En nu heb ik er nog maar 9. Oh shit, daar kan ik er niet meer in! En we kunnen via het dak komen. Wat ben je allemaal aan het doen? Kan iemand mij helpen? Ik heb een ongeluk. What the frick heb je gedaan? Ik heb niks gedaan. Dit komt zomaar in één keer uit het niks. Wil je mijn deur openmaken, alsjeblieft? Ik kan jouw deur niet openmaken. Ik heb geen button bij me. Moet het maar op deze manier. Nee, ik ken... Ja, je kunt het dirtblokje eronder aan weghalen. Huh? Of het houtblokje. Shit, dat werkt niet. Tuurlijk werkt dat wel. Hier. Poef. Oh. Als jij het doet, is dat allemaal subtiel. Even kijken. Hier heb je je hecht terug. Maar goed, ik ben dus even nog bezig met de challenge, jongens. En echt serieus, denk je wel touwelig voor... Wat had je gedaan als er een dingzin zat? Een wat? Ben ik vervloekt. Wat zijn die vragen? Dan gaan we weer, hè. Hoe voel je je daarbij? En wat zou je hebben gedaan? Dan was het gewoon een server restart geweest, hoor. Heel erg simpel. Kijk eens. Nee. Hier. Nee. Dan doe ik het gewoon nog een keer. Dude! Die zat er al in. Hoezo? Hij heeft alleen maar aan dat hij een gat zit. Hoe komt hij nou weer een gat in? Ja, dat komt door die Emerald Block. Oh ja, tuurlijk. Dus shiny. Heb ik nog gewoon... Ja, trouwens, ik heb nog wel gewoon... Heb ik zo gefixt. Tuurlijk, ja, want dat komt zomaar uit de lucht vallen. Dankjewel voor die editwerk weer. Wordt bedankt. Geen dank, hè. Shot bij special zombie. Ja. Hij gaat toch alles dood. Maar ik zie helemaal geen special zombie, ik zie alleen een gewone zombie. Bij hem is alles special, dat weet je toch ondertussen. Ja, dat is waar. Ik maak alles speciaal. Ah, dat... Nee, dat niet. Wordt dat, al ja. Echt grote hij is, het is zo speciaal dat hij zelfs zaad gaat verkopen. Meneer, op een zondag. Hallo meneer. Ik heb speciaals voor je, zal ik hem neerzetten? Nee. Wat is dat? God. Nee! Hij wil weer een Lucky Block neerzetten. Nee. Oké, dan geef ik het toch weg, hier. Hey, ik hoef jou... Wil jij je zaad bijhouden, meneer?
Hij gaf wel een stap op zaad. Wat is er gat voor aan? Jongens, waar zitten jullie mee in je gedachten? Kom op zeg! Er zijn kinderen bij. Ik ben al aan het wachten tot die Lucky Blocks Challenge ding. Ja, ik ben bezig. Ik ben bijna klaar. Alleen toen kwam jij weer ineens... Ah! Wow! Dude! Wat dude? Mijn raam is kapot door jou! Wat door mij? Nee. Dat was zo'n... Was het nou die creeper of was het door wat anders? Wat heb ik gedaan? Ik heb het niet over jou! Oh, je mond. Ga weg. Shit. Ja. En de vraag is aan mij, waarom dit het dan aan? Ik word de hele tijd gestoord. Dat eerste viel weg. Wat ben je? Gestoord? Ik ben niet gestoord, ik word de hele tijd gestoord. Oh. Echt, door wie? Door jou! Hoe voel je daarbij? Ik haat jullie. Welke kleur zou je het omschrijven? Wat? Kleur? Ja? Daar heb ik allemaal zaad in mijn handen. Voedsel. Heb ik helemaal niks aan. Hey, wel betalen, hè? Pas erop of ik val je aan met een torch. Dun, extreme torch. Extreme torch for the power. The power of raw. Okay. Incoming! Oké, ik voel me nou best wel eigenlijk een beetje creepy. Ido. Ik bedoel, ik voel me eigenlijk niet echt aan... Huisje. Oké, nou, ik ben nou dus, is dat weer dag of wordt... Nee, de zon... Ja. De zon die komt net op. Oké. Ja. Ik ben er klaar voor. Wacht even, ik gooi alles in een chest eerst. Ja, hoezo? Heb jij dan ook 10 lucky blocks? Ik heb er 9. Oh, nee. Nee, dat was dus het idee. Ik ga kijken. Als je mij er 1 geeft... Dan heb ik er 9 en dan heb jij de 10. En nee, degene... Die wint... Oké, ik heb een 9. Die heeft gewoon gewonnen, er is geen prijs of iets. Nee, ja, ik heb een prijs voor diegene. Wat? Gewoon neerzetten? Een ultimate chestplate. Oh, ultimate chestplate is de win. Oké. Je hebt er maar 9, maar dat komt omdat jij zo lief bent geweest om eentje in mijn huis te plaatsen. Dat is je eigen fout. Dus begin jij maar eerst dan. Pak jij maar eerst even je 9 bloks dan. Waar zijn jullie? Wat? Alles wat niet ik uit die 9 bloks kom? Ik ben even bezig. Ja, dat mag je gebruiken. Niet mij volgen. Kst. Waarom niet? Niet mij volgen. Nou, daar heb ik ga dispannen. Wat ga je doen? Zo! Mentis. Oh. Ah, ja, leren, hij heeft armor. Oh. Oh, hij heeft ook nog eens voedsel. Waar zijn jullie? Boten. Alex, kun je een crafting table meenemen? Ja hoor, ik neem het. Ah, yes! Damn! Zie jij, gaat bring it on, shorty. Was dat alles? Oké, nou, daar kom ik aan met mijn bloks. Ik ga nou, ik doe dat een stapje is useless. Oh! Oké, dat is ook nogal kwijt. Nogal useless. Fijn. Nog meer vlees. Jongens, moet ik nou echt met mijn vuisten gaan vechten? Ja. Je hebt armor. Wacht, waar is de... Waar zijn die... Jongens! Kom op, laten we ze vijf... Ah! Joepie, ik heb een lucky pickaxe als wapen. Oh ja. Maar we hebben geen crafting table, dus we kunnen sowieso iets maken. Ja, jawel, die komt eraan. En ik heb een stok. Ik heb echt, het enige wat ik heb is voedsel en een diamond armor. Ik heb voedsel, pijl en boog, boter, iron, dus ik ga gewoon iron armor nog maken. Wat heb ik ben nog zo meer? Appel en boter! Oh, dat was een beetje. Ik ben zo screwed. Dus dan kan je gewoon enchanted appels maken. Ja, ja! Nee, niet enchanted. Waarom doen we niet gewoon de winnaar die wint alles van tegenstander? Want die krijgt natuurlijk de blocks. Nee, we hebben ultimate chestplate. En spelende kinderen. Kom op met de crafting table. Achtergrondgeluid. We blijven nou met je crafting table, Alex. We staan in te wachten. Waar is dag? Oh, dit duurt zo lang, hè? Ja. Nou ja, ik kan wegrennen met mijn ender pearls. Kan je doen. Niet! Ja, dat 8 punten pees op. Nou ja, ik ben in het voordeel qua health. Je hebt wel een goede pickaxe. Nou. Ja, maar jij kan een zwaard maken. Ik wil crafting! Oké. Hoi. Kan ik iets maken met Nether Ward of zo? Nee. Ik ben zo screwed, ik kan helemaal niks! Er is nog niks gespeeld. Het ligt eraan nou wie de betere PvP is. Nou, hij heeft een boog.
En hij kan craften. Ik heb helemaal geen materiaal gekregen om te craften. Helemaal niks. Oh. Ik ben bang. Dutch Gaming Nation mag niet vals spelen. Boei! Ja. Stoute Dutch Gaming Nation. Even kijken. In je mand. Ik ga vast gewoon op mijn plaats staan. En dat bij jou is dat daar gewoon tegenover, zeg maar. Wat is je plek? Dit? Dit hier is mijn plek. Dit door het blokje. En dan moet jij daar gewoon gaan staan. En dan gaat Excel Creations gaat aftellen. Kan iemand die Endonite eventjes afslachten? Oké. Okay. I'm ready. Hey. Waar sta je? Gek hè, dat een Enderman en een ding is teleport. Gek. Oh, ga je daar staan? Ja. Oké, okay, nou Alex, jij mag aftellen. Zijn jullie allemaal klaar? Ja, je moet wel stilstaan, zenuwpees. Dan en je is bouwt... Hoe kun jij een muur bouwen? Hè? Je mag geen muur bouwen. Je lag hier op de grond. Oh, nou, sorry. Gaan we nu aftellen? Ja, tel maar af. 5, 4, 3, 2, 1. Je mag gaan. Oké, okay, doei. Ah, wat? Nee, 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 nee. Auw, auw. Ik ga zo dood. Ik ga zo dood. Waarom kom je niet aan? Ik probeer aan te vallen. Dat is nasty tricks. Nee, ik ga zo dood, ik ga zo dood. Spring in de attack, spring in de attack. Oh. Zo, allebei dikke fall damage denk ik. Yes! Oh my god! Yes! En dan krijg je dit. Twee hartjes of zo? Ik had nog anderhalf. Ik had nog 3 AP over. Het komt puur door die pickaxe. Dat is een chance of niet? Ja, die heeft. Ja, maar dat is onzin. Dat is efficiency, silk touch, unbreaking en fortune. Hij gaf maar 5 attacks. Met ik had alleen een bow, hè? Ik had alleen een bow. Ja, nou, je had een. Oh nee, je had geen stick gekregen. Ik had een stick. Ik had je kunnen slaan met een stick. Nou ja, je hebt goed gedaan. Het scheelde weinig hoor. Achtergrondgeluid. Dude. Bij wie? Bij jou denk ik. Ja, bij jou denk ik. Wacht even, ik zal zo heel eventjes... Ik hoor heel veel spelende kaantjes. Zo. Dat zijn ze fans. Nee, fans die maak je om een farm. Ik speel zoveel Minecraft. Nou, ik moet zeggen, ik vond het een leuke minigame eigenlijk om te doen. Ja, dat je gewonnen hebt, hè? Nee, ik vond het heel erg spannend. Ik had echt niet verwacht dat ik zou winnen met al die crap die ik hier heb. Ja, maar je hebt een goed. Je hebt één goed. Je hebt een wapen en je wil het ontspringen. Dus ik kon je moeilijk. Nou, ik moet wel zeggen, ik zat echt zo van. Ja, nou ja, dat is het enige wat ik als wapen kan gebruiken. Anders was het een fight met mijn shovel. Oh ja, dus ik had echt heel erg veel geluk dat ik dat. Dat ik die pickaxe erbij had. Ja. En voor de kijkers, een lucky pickaxe is niet erg handig, omdat ja, de lucky zal niet werken, omdat er dus zeg maar silk touch op zit, dus je hebt er weinig aan. Ja. Nou, in ieder geval, ik kan dit dan allemaal weer terug doen en ik heb er dus een leuk iets mee gewonnen. Yay! Ondertussen heb ik ook wel wat vlees. Ik pleur het gewoon allemaal hier in kamei te rekenen. Je hebt er iets mee gewonnen, hè? Je krijgt je prijs nog van mij. Hoezo? Die heb ik al gegeven. Ja. Hoezo? Je krijgt nog wat van mij. Wat krijg ik voor jou? Gewoon een paar. Hoofdpijn. Nog meer? Dat wat nog meer hoofdpijn. Oh. Yo, die had ik al zoveel. Oh, dan krijg je wat anders. Nee, het is goed, het is goed, het is goed. Het is goed, jongen, het is goed. Hoeft niet meer. Het is goed. Hier. Voel geen firewall. Oh, ga je daar een piramide van bouwen of zo? Wat doet de piramide daar? Dat is helemaal niet zo'n gek idee, weet je dat? Oh, om een beacon te gaan maken. Ja. Ja. Ja, nou, dat zou eventueel wat later kunnen. Ik zit heel eventjes te kijken. Hoe lang zitten we nou in deze aflevering? Ja, ik weet niet. Ik vind het een keertje om een korte aflevering te hebben. Omdat we hier nou dus zeg maar echt zo'n minigame in hadden. Ja. Ik denk dat ik het hierbij wil laten. Oké. Okay. Ik bedoel, tenzij dat we nog iets anders wilden doen in 10 minuten. Pyramide van diamonds maken! Heb jij genoeg diamonds dan? Ja. Jongens, ik heb visite. Ik moet weg. Sorry. Oh. Show. Kan gebeuren. Ja. Nou ja, we zitten toch bij de rand van deze aflevering. Dus dan zeggen we alvast tegen onze Team Maestro. Bedankt voor het meedoen. Doei Team Maestro. Doei. Laat ons lekker over jou roddelen als je weg bent. Inderdaad. In de spagaat. Dus nou, was je al weg? Yep. Nee, nou pas. Ja.
That's a rap. Nou ja, maakt niet uit. Nee, het is nog geen rap. Het is nog geen rap. We zetten hem nog steeds in. Dus, want jij wou je piramide van Dorns gaan beginnen. Dus, Pst, weg! Weg! Ja, waarom bouw je hem niet, Waar ga je hem bouwen dan? In de grond, hier, ja. Dat is een kleintje. Nou, dan sorry moet er nog, hoor. Dan moet er nog eentje omheen. Hij is nog niet af, hè? Nou, weet je wat? Aangezien dat het een family project is... Yeah! Hij gaat me helpen. Kijk, jongen, het is je lief, hè? Doe, excited! Founder, houd het over. Wie huh? belt daar aan? Wie wil er dood? Kom ik aan met mijn 10 blokjes. Even kijken hoor. Volgens mij was het de eerste die moest 9 zijn, volgens mij zelfs. Of 7. Kom. 9. Even kijken. Hij is nou 5. Dus er nog een 6, 7, 8, 9. Nou. Heb je er zoveel dan? Ja, je hebt er heel veel nodig. Nee, maar... Huh? Dan wordt heel erg veel van die dingen dan gebruikt. 3 rijen, of 3 lagen. En dan is er de bovenste, moet dan 9 blokken zijn. Ja. Dus even kijken. Maar volgens mij komen we nou bij de netherport wel een probleem. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik hou van pickaxe. Persoonlijk vind ik het al niet eens voor een mooi gezicht om zeg maar een piramide in beeld te hebben. Hoezo? Volgens mij is jouw gezicht niet zo... Ja, ik heb meer die issue dan. Nee, maar ik bedoel meer dat de 9e blok, of die 9 blokken zeg maar, als toplaag is, zeg maar. Dus dat de grond ingebouwd wordt. Snap je wat ik bedoel? Oh zo! Ja, dat zou eventueel wel kunnen. Dus dat je misschien 9 blokken aan diamond... Ja, als ja alleen we hebben sowieso nog niet genoeg diamond, dus... Hebben jullie nog meer diamonds nodig? Ah, nog veel, veel meer. Maar ik denk dat we dat dan bewaren voor de volgende aflevering. Even kijken, ik had 13 bloks, dus dan ga ik weer terug naar 13 bloks. En de rest is niet voor mij. Oh, ik heb nog een stack ongeveer. Oké. Diamond bloks? Volgens mij wel. Stack aan... Wat? Zal ik eens even kijken? Ik heb hier... Ik ga ga de aflevering nou toch afsluiten, dus dan is dat leuk voor de volgende keer. Ja, doen we de volgende keer, oké? Ja, bedankt. Is goed. Dus dan ga ik eventjes naar de Wall of Awesome Comments. Yeah. Dus, Maar het werkt ook met Emerald, toch? Toch? Nee, alleen met... Iron, Gold en Diamond. Ook met Emerald, hoor. Ook ja, maar Emerald die zijn nog meer rarer. Ja, je kan het ook, ja. Ja, volgens mij wel. Even kijken, dit is aflevering 18. Aflevering... heel even een mier dood bij, hoor. Och, het is weer die rode mier, hè. Het is altijd weer die rode mier. Want ik was bang om jou te ra... Oeps. Ik word echt moe van jou. Ik word echt... Waar ben je? Ik word moe van jou. Zeker als ik met de comments bezig ben, dan moet je niet mee klooien, dat is niet leuk. Oké, de comment is geplaatst door Mandoline Speed. Mandoline is wie? Mandoline Speed. Oké. We hebben echt veel verschillende mensen al. Dat is echt leuk. Ja, dat is echt. Ah, het past naar Mandoline Speed 14 was het. Dus ja, ik moet het helaas zo doen, want je naam is iets te lang. Die RIP is echt... Geniaal. Voor de mensen die dat niet meer herinneren waar dat van was. Dat was de leuke creeper minion van de Towler. Oh. Je weet wel. Je weet wel. Dat beest dat. Wat die leuke vierballetjes schoot. Ik weet het niet meer. Zou ik je geheugens even opfrissen met je stomme poging op flashbacks te geven? Ik word hier zo... Nee jongens, ik dank jullie allemaal voor het kijken. Dit was heel erg gezellig. Wil je ook op de gezellige muur komen van Awesome Comments? Laat dan een reactie achter wat je leukste momentje was met deze PvP-challenge. Heb je nog een leuke challenge misschien in je gedachten? Laat dat ook weten in de reacties. Misschien kunnen we er wat mee doen. Wie weet. Dus ja, in ieder geval dank jullie wel voor het kijken. En laat ook een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Dit was Zelda Player 20 samen met... De... Towler! Oké. En? Dutch! Xella Creations en de! En de Dutch Combination! En Team Maestro die plotseling weg moet, maar dat maakt niet uit. Dus. Ja, jammer, maar goed. Oh ja! Doei! Bye!